Ja, Giovanni, allereerst nog gefeliciteerd hè, met je vijfde prijs alweer bij Feyenoord als trainer. In die wedstrijd vielen er 3 mensen uit. Jens Toornstra, Jeremiah Sint-Juste en ook Van Persie had wat last van krampen. Hoe is het met dat drietal? Jeremiah, het minste eigenlijk. Zal ook niet beschikbaar zijn voor donderdag. Jens heeft vandaag getraind. Dus die heeft gelukkig weer kunnen aansluiten. En Robin heeft een gedeelte kunnen trainen. En we zullen morgen kijken of dat tweetal ook fit genoeg is om mee te reizen. Want wat was met Jens Toornstra met zijn arm? Hij viel op zijn arm. Viel verkeerd neer. Daar had hij wat last van. Hij kon ook zijn arm niet meer heffen in de wedstrijd. Maar dat kan hij nu al een stuk beter. Dus ik ben blij dat er niks kapot is in zijn arm. Dat was wel pijnlijk. Maar als je ziet wat hij nu al kan doen na zaterdag, is dat wel hoopgevend. De rest van de blessures, Jurgensen, Ayoub, hoe is het met hen en wie reizen er niet mee? Allebei niet. Ayoub heeft vandaag al een gedeelte mee kunnen trainen. Nicolai nog niet, maar allebei nog niet beschikbaar voor donderdag. Dan wordt het denk ik wel puzzelen op het middenveld als Jens Toornstra in twijfelgeval zijn Tony Verlener is geschorst. Dan wordt het wel een lastig verhaal op het middenveld. Nou, geen lastig verhaal. We hebben veel middenvelders. Dus we zullen daar ook in een goede keuze maken om ook tegen Trent zien donderdag een middenveld te hebben die de wedstrijd kan winnen. Maar daar zie ik geen probleem in. Je maakt je daar geen zorgen over? Nee. Oké, dan trainen jullie morgen ook nog hier in Rotterdam. Ja. Maar waarom hebben jullie er niet voor gekozen om daar te trainen, in Trent zien? Doen we al een tijdje, vorig seizoen ook al. Ik denk dat we dan iets meer rust hebben na de wedstrijd toe. Zeker ook gezien de reis die we morgen moeten maken. Kunnen we 's ochtends gewoon in alle rust hier trainen. En dan de reis maken naar Trent zien. Waardoor we ook als we aankomen niet meer hoeven te trainen. Maar gewoon ons voor kunnen bereiden op de wedstrijd morgen. Het is een kunstgrasveld. Vind je het dan niet prettig om dan daar nog even op te hebben geoefend? Of hebben getraind? Nou, we hebben wel vaker op kunstgras gespeeld. En je gaat natuurlijk keuzes maken en kijken wat het beste is. En voor morgen is het beste om hier te trainen en dan af te reizen. Verwacht jij dat je tegen Trent zien meer het spel moet maken dan tegen afgelopen zaterdag tegen PSV? Meer moet of wil maken? Allebei. Het is natuurlijk een andere tegenstander dan PSV. Een ander team. Andere speelwijze ook. Heel duidelijke speelwijze op zijn Nederlands. Natuurlijk ook met een Nederlandse trainer. Omstandigheden zijn anders. Het is heel warm. Het kunstgrasveld. Dus in dat opzicht weten we wat de omstandigheden zijn. En daar moeten we zo goed mogelijk mee omgaan. Ja, daarover gesproken. Hè, de omstandigheden. De wedstrijd was vervroegd. Dat wilden jullie liever niet, begreep ik. Hebben jullie nog een poging gedaan om een soort protest aan te tekenen tegen dat tijdstip? Nee, helemaal niet. Ik bedoel, er is ons een tijdstip al medegedeeld door de club. Nou, dat is veranderd naar 7 uur. We hebben wel aangegeven natuurlijk dat wij de normale tijdstip van 8:30 eigenlijk beter vonden. Maar uiteindelijk is de keuze aan de UEFA en de club die gastheer is. En dus in dat opzicht zijn we geen protest aangetekend. We zullen gewoon de wedstrijd om 7 uur spelen onder deze omstandigheden. En daar moeten we ons aan aanpassen, maar dat is geen enkel probleem. Jordi Klaasie speelde 90 minuten tegen PSV, was er net bij, zei ik moet misschien nog wel wedstrijd fit worden. Is hij al klaar om in een midweekse wedstrijd te spelen en dan weer een competitiewedstrijd daarna? Hij is klaar om te spelen donderdag, ja. Mooi. Nog iets over de keeper, hè? Een nieuwe keeper voor jullie. Joris Del, als ik het goed uitspreek op zijn Frans. Waarom hebben jullie voor hem gekozen? We hebben natuurlijk gekeken naar de mogelijkheden die er waren. We zochten wel een keeper met ervaring. Een keeper op leeftijd. Nou, dat heeft hij. Heeft alle Franse nationale jeugdelftallen doorlopen. Heeft in de Nederlandse competitie gespeeld. Belgische, Franse. En ik denk een goede aanvulling voor mij. Voor de keepers die we al hadden. En ik ben blij dat hij er is. En vandaag heeft hij zijn eerste training gemaakt. Gaan jullie met 4 keepers het seizoen starten? Of is het nog mogelijk dat er een van die keepers, bijvoorbeeld Ramon ten Hove, verhuurd wordt? Of gaat er nog iemand weg? Nee, we hebben vorig jaar 4 keepers en vandaag dit jaar ook. Ik denk daar wel aan. Zeker ook de keepers die we op dit moment hebben. Kenneth is natuurlijk bijna terug van tegen fitheid aan, maar is wel een mogelijkheid dat Kenneth in de Europa League gaat keepen. Ja.